bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik vind het leuk, de ruimte op een of andere manier. In de vorige aflevering zijn we gecrashed op Pikmin weer. Met de missie om een lening af te betalen die onze president van Hoogte te pakken heeft gekregen. Omdat Louis had iets met Golden Carrots. Die had ze verloren door een gigantische ruimtekonijn of iets in die trend. En dan moeten we die schuld afzien te betalen. Nou, laten we maar kijken of we dat een beetje nog verder kunnen doen. We gaan naar dit arena gebeuren toe. Dus we gaan weer terug naar de Valley of Repose. En dan hopen we dat we de nummers van Pikmin een beetje kunnen increasen. Wat nogal fijn zou zijn. Aangezien met 20 Pikmin kom je natuurlijk niet ver. Nou zul je dus zien dat er veel meer palletposies overal te vinden zijn. En de daglimiet begint nou voor het eerst. Krijgen we nou ook gelijk te horen van onze schip. Die bijna net zo irritant is als Vee, omdat ze zijn klep niet dicht kan houden. Good morning workers, ready for another day of trolling the profit of Gunner, our company? The Pikmin seems to still be asleep in their onion. What lazy creatures. Hey. No wonder they lack survival skills. Stand between the onion and press A to call them out. Serieus? De Pikmin die hebben niks, maar dan ook niks met Hokotee te maken. Die helpen ons omdat ze dat leuk vinden, weet ik veel. En jij gaat ze zo lopen te zeggen dat ze lui zijn, hoe durf je? Maar goed, als je dus onder de Onion staat, kun je dus zeg maar de Pikmin oproepen. En we hebben dus 20 rode Pikmin. Nou hebben we hier dus de pallet posies. Ik wil eigenlijk Olimar even de Pikmin hier... Ja, jij gaat daar aan de slag mee, goed zo. Ik wil Louis even bij basis houden, zodat hij dadelijk eventjes kan plukken. Dit is een 5 pallet posie, die geeft zoals je al ziet meer Pikmin dan er een eentje. Dus die wordt ook gedraagd zeg maar, door 5 Pikmin. Die nummers die laten precies zien dat je er 5 voor nodig hebt. En dat je dus zeg maar ook 5 Pikmin, de onderste nummer is hoeveel Pikmin dat er zeg maar, op dat moment aan het tillen zijn. Goed, dus hoe meer Pikmin dat we nou eigenlijk verzamelen, des te beter. Want we moeten op de 35 komen. Nou zien we boven ons zien wij een zonnetje met een balkje. Dat zonnetje met een balkje dat indikeert de tijd hoeveel dat we hebben. In het begin is het dus ochtend en hoe langer dat je zeg maar bezig bent, hoe meer dat het zonnetje zeg maar naar het einde van het stipje toe gaat. Dat wil zeggen op het moment dat hij dicht bij het einde is van de balk tot het dan bijna avond is. En op het moment dat het avond is, is het dus te gevaarlijk om verder te gaan met... Ja, s'avonds is het nogal gevaarlijk hier buiten. Laten we het daarop houden. Dus dan wordt de dag automatisch geëindigd. Alle Pikmin die je dus, zeg maar, bij je basis hebt, die zou je dus zeg maar, die gaan automatisch in een onion. Pikmin die ergens gewoon staan te lantefanten, die zullen de nacht niet overleven. Dus zorg wel voor dat je al je Pikmin natuurlijk veilig bij je hebt. Goed, ik zie in ieder geval onze nummers al enorm groeien. Dus ik ga heel eventjes gelijk naar Louis en ik kan gelijk eventjes beginnen met pluck duties. En om heel eventjes op gisteren te komen, tot ik niet meer wist hoe dat je de rush deed. Pijltje beneden. Ik ben dom, ik weet het. Ik was het helemaal vergeten, mijn excuses nogmaals daarvoor. Oké, nou, hebben die Pikmin die hebben we nou ook zeg maar te pakken. Dan vraag ik mij af, want er komen er nog wel een paar meer aan. Maar hebben we hier echt niks verder meer zitten? Want we hebben er nou 36. Ah, kijk, hier hebben we er nog eentje. Die is aan het groeien. Dus die hebben we nog, op dit moment hebben we daar nog niks aan. Hierboven zit ook niks. Waarom zou je dan godsnaam naar boven toe willen? Oké, nou, die Pikmin die komen eraan. Dan kunnen we eventjes met Olimar kunnen we ook teruggaan, want hier zit verder ook niks meer. Hier hebben we gisteren die batterij te pakken gekregen. En volgens mij gaan we dan ook gelijk dadelijk naar onze eerste grote vijand. Wat echt wel eigenlijk een handig voordeel heeft, aangezien dat... we onze Pikmin toch wel een beetje willen uitbreiden. Louis, jij duldt, kom hier. Met z'n twee plukken gaat toch een stuk sneller. Oké, we zitten nu op 40 Pikmin. Oké, komen er twee bij. 42 Pikmin, dan kunnen we die brug openen. Daar is alleen maar gunstig. Oh, ik wou jullie niet gooien. Kom hier. Ik heb een fluitketel. Oh, kijk. Oh. Ja, deze wil ik eigenlijk ook nog hebben. Heb ik een 5 opgegooid? Ja, nou, 6 nu. Oké, dan kunnen we dus zeg maar met de andere groep... kunnen we alvast eventjes voorzichtig dit ding naar beneden halen. Aangezien dat er 35 Pikmin voor nodig waren. Een beetje multitasken kan geen kwaad. Ik bedoel, deze eerste dag heb je... Of, ja, tweede dag eigenlijk. Met de eerste tijdslimiet is de eerste dag eigenlijk... je hebt meer dan genoeg tijd. Laat ik het daarvan houden. En hier hebben we onze eerste vijand. Alleen dit keer kan die wel Pikmin aanvallen. De eerste vijand zeg maar van gisteren, die kon geen vijand aanvallen. Dit te maken met...
Nou, doe eens niet zo spastig, jij. Het is echt lang geleden dat ik met de Wii heb gewerkt. Jongen. Oké. Ik wil eigenlijk hier al mijn Pikmin eventjes hebben. En dan wil ik... Olimar, die blijft nou heel eventjes hier voor deze Pikmin. En dan wil ik deze eventjes alvast meenemen. Ik ben echt traag, jongens. Ik ben op dit moment echt geen speedrunner. Normaal gesproken was ik hier al lang klaar mee, maar... Echt, ja, met audiocommentaar, hè. Dan ben je ook nog eens een keer aan het focussen. 43 Pikmin. Ik denk dat dat genoeg is. Tenminste, ik hoop het wel, want anders hebben we een heel erg groot probleem. Want we hebben hier namelijk... de Red Spotty... Nee, de Red Ball Bear... Volgens mij is het een Ball Bear, weet ik niet zeker. Maar goed. De tactiek voor deze beesten... is de Bum Rush! Kom op. Dikke fout. Oh, Pikmin. Ah, nee. Ah, we zijn twee Pikmin kwijt, volgens mij. Volgens mij ging die niet helemaal according to plan. Nou ja, in ieder geval krijgen we er genoeg Pikmin voor terug. Want we kunnen de 10... Dan nemen we hem mee. En... Nee. Focus. Ja, zie. Mijn ding is... Reflecteert hij op mijn microfoon of zo? Ik weet niet. Gaat niet lekker. Oké, nou, we hebben daar dus nog een treasure en we hebben hier een wall. Ik wil hun alvast eventjes aan die wall laten werken hier. Dat is het makkelijkste. En dan gaan we heel eventjes naar Olimar. Die kan dan heel eventjes gaan plukken en wachten tot die andere Pikmin, zeg maar, langskomen. Ondertussen dat Louis dus bezig is met die muur, kunnen we hier dus ondertussen gaan plukken. En kunnen we dus multitasken, wat een enorme snelheid extra bij ons geeft. Oké, nou, deze team die kunnen dan ook even mee. Jullie zijn daar even mee bezig nog. Ik denk dat ik deze team hier al eventjes in het midden achterlaat voor Louis dadelijk om even op te pakken. Want dan kunnen we dat meenemen. Dat is namelijk ook weer een treasure. Dus die gaan daar naartoe. En dan zou je zeggen van ja, die kunnen eigenlijk ook alvast aan die muur meewerken. Maar ja, zo snugger ben ik niet. En we zijn al de eerste Pikmin kwijt. Dat ben ik eigenlijk best wel, vind ik eigenlijk best wel jammer. Hoe gaat het met die muur, jongens? Die muur die gaat op zich wel soepel. Maar weet je wel. Kom hier. Jullie helpen ook even mee met die muur. Oké, ik hoor Pikmin. Nee, ik wil niet onder de onion staan. Ik wil plukken. Oké, ondertussen hebben we al een behoorlijk aantal. Volgens mij kun je maximaal iets van 68 Pikmin bij ons hebben of zo op dit punt. Maar ja, aangezien dat ik al twee Pikmin kwijt ben geraakt aan die grote Ball Bear. Nogmaals mijn excuus daarvoor, dat was niet... de bedoeling geweest. De muur is klaar. How could Pikmin destroy such a massive wall? When masked, their might is ferocious. Ja, dus let op. Niet met die Pikmin te beledigen, jongen. Want echt serieus, they will smack you in the face. Know we allemaal instruct you on proper Pikmin commanding protocol? Ja. Apparently not. Hey! Olimar, you are failing as your duty as a superior. Allow me to explain. Hey! Ja, dat heb ik al gezegd. De swarm heb ik ook al uitgevonden voordat jij dat mij vertelde. Ik was helemaal de swarm vergeten en dan ging ik maar gewoon willekeurig op... Ik dacht dat het met shaken was, maar dat was niet absoluut niet zeker. Dus, Oké, nou. Ik vraag me af, want we hebben nou 32 Pikmin bij ons. Dus, dan ga ik heel eventjes eerst naar deze treasure toe. Je zou zeggen van, het is een vertrapt blikje, maar blijkbaar is dit voor, Hokotates een treasure. Ik weet ook niet hoe dat komt. Jongens. Ik moet echt fixen, jongens. Die cursor. Ik kom er een paar tekort. Olimar. Of Louis. Sorry. Wie ook ben. Hoe je ook heet. Nog eentje. Dan mis ik één Pikmin. Dan nog eentje op basis of zo. Via de map kun je dus heel erg goed zien of er ergens nog een Pikmin achter gebleven is. Ja, die zit nog op basis. Oké. Goed, dan gaan we heel eventjes alvast met Olimar gaan we naar basis toe. En dan wachten we heel eventjes tot dat ding is binnengekomen. Dan knip ik heel eventjes naar voren toe, want anders wordt het wel heel erg lang. Want het is nou alleen maar eigenlijk een wachtspel. Dus wij doen heel eventjes wachten en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ze zijn er eindelijk aangekomen met hun blikje. En ik heb een beetje de controller een beetje kunnen fixen. Tenminste, dat hoop ik. Ik weet niet waarom dat de Wii Sensor balken vandaag geen zin meer in heeft.
Oké, die is 170 poko's waard. Kun je nagaan. Utter scrap. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik zie niet waarom dat je daar iets... misschien recyclen, wie weet. Oké, nou, als we hier dus zeg maar onze 36 Pikmin bij ons hebben en bij Louie hebben we de 30, dat wil dus zeggen dat we de 66 bij elkaar hebben. Dan zien wij hier aan deze kant zien wij water. Water kunnen we niet in, want rode Pikmin die kunnen niet zwemmen en die zullen gelijk verdrinken. Daar willen we natuurlijk rekening mee houden. We willen daarentegen naar onze eerste cave. Dit is een nieuwe feature in Pikmin 2. Interesting, warm air is welling up from the hole in the ground before you. Nou, goed gezien. What could lie on the ground? What is wrong? You both show expressions of unease. Do you not fear? The little group of Pikmin will join you. I shall dispatch my research part too. Separate Pikmin will head into the onion approaching you. Blah, 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 blah. Okay. De regel zeg maar voor als je zo'n cave ingaat, beide kapiteinen zullen dus zeg maar met jou meegaan. Nou, aangezien dat Olimar dus zeg maar 30 Pikmin bij zich heeft en we willen hier dus naar binnen toe. Ik dacht dat hij die automatisch mee zou nemen, maar dat doet hij dus niet. Nee, we moeten met Olimar ook heel eventjes dus daar naartoe. Om ervoor te zorgen tot... Om er dus voor te zorgen dat we alle 66 Pikmin meenemen. Pikmin die je dus zeg maar bovengronds hebt zullen automatisch, maakt niet uit waar dat ze staan, zullen automatisch richting de onion gaan. Dus die zullen automatisch de onion ingaan, dus die zul je niet kwijtraken. Dat is dus een van de voordelen. Goed, zoals je dus ziet, de dag is bijna voorbij. Maar we hebben 66 Pikmin en als je dus zeg maar een cave ingaat, emergency cave, niks staat aangevinkt van gevaarlijkheden, dus we kunnen gewoon hierin. Want het is de eerste cave, dus zal wel een beetje een tutorial caveje zijn. Een tutorial caveje, wat een leuke naam, wat lief. Emergence cave. Oké, dit zijn de cave systems een beetje als de dungeons in Zelda, dat je dus een beetje kan exploren van waar dat wat zit. Hier zitten verschillende treasures, maar ook heel veel andere dingen die we zouden kunnen vinden. Dat zien jullie ook zo in een seconde. Intriguing, heat centers indicate it's also warmer than on the surface. Nou, heel erg leuk. And there's a just danger lies ahead, but the promise of treasure is tantalizing. Dat is heel erg leuk. If you wish to check underground terrain, press plus to communicate with me. Ja, ja. I'm not just a ship, I'm an all-purpose support pod. Ja, heel erg leuk. Nou, ondergrondse caves zorgen ervoor dat je geen extra Pikmin kunt harvesten. Dus hou er wel een beetje rekening mee op het moment dat je dus zeg maar vijanden ziet. Zoals hier zien wij verschillende vijanden. Je kunt ze killen, maar ja, je kunt ze dus zeg maar niet harvesten en... Nou, kom op. Gewoon op hun hoofd springen. Hier ook. Nee. We raken hier geen Pikmin kwijt. Maar echt serieus, mijn controles past alle kanten op. Volgens mij zijn er te veel light sources. Moet ik echt s'avonds in het donker op gaan nemen. Dat wordt een ramp. Ja, de zon die schijnt nogal wel nou, dus... misschien dat dat het probleem is. Tenminste, ik heb nog nooit zoveel problemen gehad. Maar goed, eventjes die treasures meenemen. Dus jullie kunnen daar even aan werken. Jullie hebben er daar 4. Zoals je ziet, je hebt nog geen zonbalkje. Jullie kunnen deze meenemen. Dat lijkt op een sinaasappel. Iets in die trend. En laten we voor de gein eventjes een vijand meenemen. Vijanden op zich... Het is het niet waard om ze mee te nemen, maar ik zal jullie laten zien waarom. Ondertussen ga ik hier eventjes zinloos rondjes rennen. Het is hier warm, zeggen ze, maar er ligt hier toch sneeuw, dus ik heb mijn twijfels erover. Oké, de sinaasappel. Oh ja, je kunt ook nog even zo lekker rondkijken. Citrus lamp. Oké, 180 poko's, niet verkeerd. En dan komen we dus zeg maar bij die vijand die we dus nu mee hebben genomen. How can you possibly consider this piece as a treasure? Beasts are incompatible with my security. I suppose I will store your finds in my hold. But I do not think beasts will be worth much. Ja, zoals je dus zeg maar kunt zien, een beast is geen treasure en die geeft misschien net 2 poko's of zo. Wat eigenlijk dus best wel veel is, omdat dat bijna dus zeg maar een deel van de maatsalaris is. Maar goed. Sluipreclame! Quenching Emblem. Oké, het is gewoon een dop van de 7-Up fles. Maar dat maakt niet uit. Sluipreclame, punt. Pikmin. Oké. Dat geluid wat we net hoorden, die... Plop. Dat wil zeggen dat er geen treasures meer op die sublevel zijn. Dus...
de Big Me waren aan het zingen. Maar dat wil dus zeggen dat er geen treasures meer op die vloer zijn. En kun je dus dieper naar de volgende vloer. Dus dat gaat hier ook zeggen dat je dus nog dieper kan. En dat je dus zeg maar zo verder de games in kan. Dus Skip, hou je mel. Oké, nou, delf dieper. Ja, wij willen dieper. Nou zijn er natuurlijk ook meerdere Pikmin dan alleen de rode Pikmin. Maar die zullen we later ook nog wel tegenkomen. Dus de game, ja, elke vloer die je ingaat zal het spel automatisch saven. Vandaar dat ik zo blij ben met de backup file die we dus zeg maar between afleveringen neer gaan zetten. En mocht het dus gruwelijk fout gaan, kun je nog altijd zeg maar terug naar die, naar die setup. Dus, oké, dit is dus de final level. Mijn excuses. De final level, dat wil zeggen dat de grot niet dieper zal gaan. Oké, nou, we killen jullie heel eventjes, zodat we geen Pikmin niet kwijt kunnen raken. Ik ben heel goed te mikken, zoals jullie zien. Oké, nou, even kijken. Hier ligt niks. Nee. Is dit water? Nee, gelukkig. Wauw. De helft van een wereldbol. I think you figured that such an immense object has been buried here for so long. The design of the outer shell resembles the surface on the planet and being from space. Perhaps this can be used for something other than salvage. But now, how we ever lift it? I fear that even 100 red Pikmin will be unable to lift it. Sorry. We kunnen maar maximaal 100 rode Pikmin bij ons dragen. En zoals je ziet, dit object weegt 101. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, laten we een beetje verder exploren. Misschien vinden we wel een antwoord. Oké, ik ga heel erg stealthy op jou. Ah, kom op! Niet zo spastisch, zo'n controller! Dat wordt mijn dood nog een keer. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Kom op! Ik wil geen Pikmin kwijtraken, ja? Paas erop. Oké, jullie ook even... Ik ben zo goed in mikken, hè? Zien jullie daar? Ach ja, dat wordt dadelijk nog een stuk makkelijker gemaakt. Maar ik moet kijken hoe dat hij overal een kant op spat. Zon, ga even weg of zo. Ik denk dat ik beter zondags op kan nemen in plaats van op een vrijdag. Ja, ik neem op een vrijdag. Maar vrijdag was er geen aflevering. Weet het, moet nog geëdit worden en alles. Plus de thumbnails waren nog niet klaar. Maar goed. Astounding! A flower bloom in a deep cave beneath the snowy landscape. Clearly it's warmer down here than above. Look, the Pikmin are restless. They look like as if they yearn to be thrown into the flower. Ja, dit zijn... zoals we weten van Pikmin 1 hadden we dus zeg maar gele, blauwe en rode van die bloemen. Dit zijn paarse. We weten dat we als we een Pikmin erin gooiden, dat we dus zeg maar zo'n kleur Pikmin eruit zouden krijgen. Maar dit is paars, dus wat zou er gebeuren als wij hier wat Pikmin in gaan gooien? Ik weet dat het klinkt alsof dat de Pikmin het niet overleven. Maar maak je geen zorgen, de Pikmin die overleven het echt wel hoor. En kom op, richt nou toch eens een keer wat zo... Hier moet je kijken! Hey. Ik had beter voor de GameCube versie kunnen gaan als ik heel veel problemen heb met de Wii Sensor balk. Oké. Goed, laten we ze gelijk even plukken. En dan zien we Purple Pikmin. Deze baddies zijn overpowered. Damn, zijn deze sterk. Dit zijn echt een van de sterkste Pikmin die je dus zeg maar in het spel hebt. Amazing, a Purple Pikmin has hair and it's quite stocky. It seems very heavy and strong. Ja. This kind of Pikmin was not mentioned in your report, Olimar. It must be an entirely new type. Yep. Transforming Pikmin by throwing them into flowers in Trugring. Perhaps there are others. Die zijn er zeker. Maar goed, zoals onze zeurschip al zei, hebben we dus nou zeg maar ook Purple Pikmin. Nou kun je dus zeg maar swappen door de Pikmin die je dus zeg maar vast hebt. Tenminste, dat geloof ik. Even kijken, hoe deed je dat? Ah ja. Dan moet je B, met B kun je daar kun je kiezen. Moet je wel eventjes nadenken. En zo kun je dus zeg maar kiezen welke dat je wil gooien. Nou, de paarse Pikmin die hebben de kracht van 10 rode Pikmin. De draagkracht. En zijn ook nog eens een keer een stuk sterker in battle. Waardoor dat ze dus nog sterker zijn. Ik wil heel even zien, want volgens mij staat hier een Flint Beetle. Kan dat kloppen? Nee? Oké.
Nou, als we dus zeg maar naar onze object toe gaan die we dus net vonden. Die, soort van wereldbol. Nou ja, de helft daarvan. Dan zul je dus zeg maar zien, op het moment dat wij daar een Pikmin naartoe gooien, tot er dus al gelijk een 10 staat. Paarse Pikmin, die hebben dus zeg maar de kracht om, van 10 Pikmin. Dus dan kunnen we objecten zwaarder als 100, kunnen we dus zeg maar makkelijk optillen. Dus laten we hier eventjes al onze Pikmin eventjes op afsturen. Eventjes dit eventjes terugbrengen naar ons schipje wat daar op ons te wachten staat. En kijken wat het is. En verder nog even rondpassen met onze Wiimote die niet echt lekker wil werken. Ik bedoel serieus, ik zit er dichtbij. Ik weet echt niet waarom dat hij zo rondpast hoor. Nee. Outdated tank. Ja, gooi die arme snowy bolpin min dinges, weet ik veel hoe dat ding heet. Gooi hem aan de kant, waarom ook niet? Wat zijn we weer vriendelijk. Nou, wat hebben we? Volgens mij is dit ook het gebied waar Europa op staat. Maakt niet uit. Een Spherical Atlas. 200 poko's waard ook nog eens een keer. There is a device resembling a microchip embedded inside the sphere. Retrieving data? Error. I could only get a portion of the data. But I did retrieve from new geographic cards. Oftewel, we kunnen naar een andere plekje toe. Ja, de sphere chart. Wat leuk. We kunnen nou op het moment naar een nieuw gebied. Wat heel erg leuk is, denk ik zo. En waarom dragen jullie dat mee? Serieus. Dat is troep. Dat weten jullie ondertussen wel. Oké. Nou, als ik me niet vergis, is dat de enige treasure die hier nog te vinden was. Tenminste, ik heb niet goed naar het geluid geluisterd. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Dus ik ga heel eventjes ook goed luisteren. Ja, Pikmin zijn nogal aan de trage kant vandaag. Zeker de paarse, die lopen nog langzamer. Kun je nagaan. Oké, dat zijn onze paarse. We hebben 10 paarse. En paarse wil je echt niet kwijtraken. Die zijn echt moeilijk om aan te komen. En de enigste manier om paarse te krijgen is om een andere kleur Pikmin in een paarse pelletpotie te gooien. Dus voor de rest heb je eigenlijk geen, geen keuze. Je wil die paarse gewoon echt bijhouden. Nou, dan ga ik eventjes een paar Pikmin hier achtergooien om jullie gelijk iets nieuws te laten zien. Op het moment dat je dus zeg maar 58 Pikmin bij je hebt van de 66 dat er nog een paar op de vloer staan. Kunnen we dus zeg maar gewoon naar de volgende vloer of in dit geval de cave uit. En nemen we automatisch alle Pikmin mee. Dan gaat hij hier ook uitleggen. Dit is zeg maar de geyser waar dus water uitspuit. En die brengt ons automatisch naar de surface. Sommige caves kunnen heel erg diep gaan. Maar blijkbaar hebben sommige spuiters dus echt de kracht om je helemaal gewoon weer naar boven te gooien. Ja, alles hebben dat. Dus escape. Ja, wij willen zeker escapen. Nou, vergeet niet. We hebben 6 Pikmin achtergelaten in de cave. Dit heb ik even expres gedaan om het volgende te laten zien. Op het moment dat je Pikmin achterlaat in een cave, hoef je er geen zorgen voor te maken dat je die Pikmin vergeet. Want die Pikmin gaan automatisch met je mee. Dus je hoeft niet alle Pikmin te gaan verzamelen voordat je naar de volgende cave toe gaat. Hier hou ik van. Oké, we hebben 2 pokers gekregen van die vijand. En hier zien we dus zeg maar alles wat hier te halen was. Dus in totaal een goede. Nou, we hebben al bijna 10% van de loon. Van de loon. 10% van de debt hebben we al bijna gecollect. Dus alleen maar gunstig. Nou, normaal gesproken, op het moment dat jij boven komt, gaat de dag gewoon verder. Maar aangezien dat dit dag 2 is, zou je helaas niet verder mogen. You have succeeded to reset the planet surface. Excellent decision making, gentlemen. Ja, heel erg blij. We must celebrate the success of a spelunking expedition. Ja, oké. You gathered a large amount of data that needs in-depth analysis. I shall send the report back to the president tonight detailing our progress. Ja hoor, slaapdrijver. Nou, normaal gesproken zou dus de dag nu verder gaan, maar dan zegt hij ook: allemaal Louis, since you will explore a new area tomorrow, today work is done. What? You still want to work? Unacceptable! You may not realize it, but you're exhausted. You should take a much needed rest, as you have all the time you need to collect treasure. Dit is duidelijk eventjes om te zeggen tot er dus geen daglimiet. Al zit je op 500 dagen, het maakt helemaal niet uit. Dus, haste make waste. So take it slow and steady. Dat maakt zelf wel uit. Nou, automatisch hebben we dus al onze Pikmin bij ons.
krijgen we dit weer, maar dan kunnen we gelukkig skippen. Dat kunnen we ook skippen. Dit kunnen we ook skippen. Oké, goed. Today's report. Wat hebben we vandaag gedaan? Ik weet het, we hebben vandaag toch die hele dag nog eventjes gedaan, omdat het paste wel eventjes in één aflevering. We hebben dus best wel veel gehaald, maar we zijn ook een paar Pikmin kwijtgeraakt. Oh, het waren er 4 in plaats van 2. Ouch. Ja, we zijn dus zeg maar 4 Pikmin kwijtgeraakt door die battle bovengronds. Dat is eigenlijk best wel pijnlijk, maar ach ja. Baby step first, Olimar. Plan well and don't worry about me. My debt is with happy. How could they savings and loan? After all, besides, there's nothing left to repossess. Ja, zal wel goed zijn. Dus we hebben wel weer een leuke progress eigenlijk te pakken gekregen. Dus ja. Omdat we nou dus zeg maar dat halve wereldbolletje te pakken hebben gekregen, kunnen we naar een nieuw gebied. Dit is The Awakening Wood. Beste kijkers, hebben jullie nog vragen over deze aflevering of een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Bij de volgende aflevering zie ik jullie bij The Awakening Woods. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei!